Dag allemaal, een nieuwe aflevering van Weltschmerz. Vandaag hebben we in de studio Marjolein van Pagé, historicus van de Universiteit van Leiden. Zij heeft een boek geschreven met de titel Banda. En daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Marjolein, hallo, welkom. Het boek Banda, de genocide van Jan Pieterszoon Koen. Vertel. Ja. Wat is Banda? Banda is een heel klein groepje eilanden in het nu Indonesië, in Oost-Indonesië, nu de Molukken. Indonesië zelf is een enorm groot land, dat vergeten mensen hier wel eens. Maar toevallig zijn de Banda-eilanden heel klein. Echt ongeveer, moet je voorstellen, de helft van de Wadden-eilanden qua gebied. De helft van de Wadden-eilanden, ja. Oké. Ja. Maar Indonesië zelf heeft meer dan 14.000 eilanden, heb ik ooit eens gelezen. Ja, en het is echt geloof ik 53 keer zo groot dan Nederland. Dus het groter is dan echt Nederland. Een heel groot land. Mm-hmm. Waar in Nederland dus vanaf de 17e eeuw actief is geweest. En de Banda-eilanden speelden daar een enorm belangrijke rol. En vanwege nootmuskaat. Mm-hmm. Nootmuskaat kun je nu bijna niet meer voorstellen, maar toen was dat, het groeide alleen daar. Het werd ook al eeuwen verhandeld. En het kwam eerst via allerlei tussenhandelaren op de Europese markt. En op een gegeven moment zijn Europeanen, eerst waren dat de Portugezen en Spanjaarden, daarna de Nederlanders, Engelsen, wilden dat ook hebben. En de ondertitel is de genocide van Jan Pieterszoon Koen. Er zijn dus echt moorden voor gepleegd voor die nootmuskaat. Daar komen we vanzelf op. Jan Pieterszoon Koen was natuurlijk een van de commandanten van de VOC, aangesteld door de heren 17 destijds. De VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ook wel in Nederland trots de eerste multinational genoemd. Vertel daar eens iets over Jan Pieterszoon Koen, over de VOC. Wat hadden die met nootmuskaat te maken, met de Banda-eilanden? Wat waren de concurrenten? Geef eens een schets van de situatie toen. De heren 17 die hebben op een gegeven moment geschreven van dat de Banda-eilanden, het principale wit waarop wij schieten. Dus het was echt iets heel, heel belangrijks voor hun. En zij wilden daar niet alleen een voet tussen de deur. Hè, want er was dus een handelsnetwerk met handelaren uit China, India, Turkije, Jemen heel veel. Mm-hmm. Allerlei mensen die daar al kwamen en kochten en ook handelskantoren bezaten. Maar de VOC wilde iets anders. Die wilde niet daar ook een handelskantoortje. Die wilde dat de Bandanezen met niemand anders handelde dan met hun tegen een lage prijs. Dus ze wilden sowieso niet meer gaan betalen. Ze eisten een monopolie en ze zeiden je mag met niemand anders meer handel drijven dan alleen aan ons leveren. Dat was de eis, de absurde eis zeg ik, van de VOC. En Jan Pieterszoon Koen is niet de eerste die daar is geweest. Dus er zijn andere VOC-mensen geweest die daar al bezig waren. Maar hij is er zo bekend om geworden omdat hij eigenlijk, zou je kunnen zeggen, na een periode van 20 jaar Nederlandse terreur, heeft hij dat beëindigd met definitief de eilanden te bezetten en de bevolking deels tot slaaf te maken, te doden. En ook, er is ook een deel nog, daar komen we ook nog over te spreken, denk ik, er is ook een deel op tijd weggegaan. Waarna het dus lege eilanden waren, zonder mensen. Maar wat ik niet helemaal begrijp, de VOC wilde een monopolie, maar er waren Portugezen die zaken deden daar, er waren Engelsen. Nog niet echt hoor. Kon dat zomaar? Dus er waren vooral die andere bevolkingen. De Bandanezen, wat ik in jouw boek heb gelezen, ik heb het boek natuurlijk gelezen. De Bandanezen die hebben zich geweerd. Alleen hun wapens waren minder effectief dan die van de Nederlanders. Dus ze konden het militair zeg maar niet winnen. Maar het was al een hele, het waren niet soort wilde of inlanders, maar het was al een hele echte cultuur daar, georganiseerde samenleving. Het was een samenleving met een hoge civilisatie. Ja, dat wist ik dus niet. Misschien dat je daar iets over wil vertellen. Want wij horen altijd over inlanders of nootmuskaat kenden ze dan. Ja. Maar het is een hoogstaande cultuur.
En dat is inderdaad een aspect wat hier door de eeuw heen in die geschiedenisboeken ontbreekt. Dus er wordt dan een beeld geschetst van mensen alsof... eigenlijk, dat geldt niet alleen voor de Bandenezen, maar voor al die bevolkingsgroepen in Indonesië en ook in andere landen die werden gekoloniseerd. Het is eigenlijk heel belangrijk geweest voor die koloniale machten om hen onderontwikkeld en als heel simpel. En dat is dus niet zo. Ja, daarin kun je zeggen dat de Europeanen, dus niet alleen de Nederlanders, de Engelsen ook en de Portugezen, daar echt een verschil in maakten door te zeggen van wij willen eigenlijk geen handel. Want er wordt nu wel altijd nog steeds over handel gesproken, maar in mijn ogen is wat zij deden, wat zij eisten, monopolie, juist geen handel. Mm-hmm. Het is ja, wat voor woorden zouden we erop kunnen plakken? Je zou kunnen zeggen, het is gewoon ordinaire afpersing. Mm-hmm. Want als jij zegt met een mes op je keel van... jij moet mij die nootmuskaat alleen aan mij geven, anders maak ik je af. Ja, wat is dat? Ik vind dat geen handel. Maar de Bandenezen, die deden eeuwen daarvoor dreven ze handel met... landen uit Jemen met handelaren. Dus er was sprake van levendere handel in dat gebied. Ja, ja. En de Bandeneilanden en Indonesië, delen van de Filipijnen, die waren al geïslamiseerd. Ja, de islam speelde een belangrijke rol in die cultuur. En dat zie je ook nog terug. Ik heb dus voor mijn boek ook drie nazaten gesproken. Wat mij enorm verbaasde natuurlijk, want ik dacht genocide, ja, dan ga je niet op zoek naar nabestaan. Nee, dat stond ook op van te kijken. Ja. En ik moet zeggen, ik had mijn boek bijna af. Het was afgelopen december, zeg maar. Ik kwam in contact met drie nazaten hier in Nederland. Nog één stap terug. Ja. Dus de VOC, zeg maar de goedwillende christenmens, die kwam daar de boel naar zijn hand zetten. Maar dat hebben de islamieten, de Mohammedanen, nooit gedaan, als ik het goed begrijp. Die hebben dus handel gedreven en een soort met overtuiging de bevolking daar geïslamiseerd. Maar ik begrijp altijd, wat is er met het zwaard gegaan? Nee, dat is echt voor, misschien zijn er anderen, maar in Indonesië is dat echt niet zo gegaan. Het is echt is een uitwisseling geweest. Dus het is ook bijvoorbeeld, het is een culturele uitwisseling geweest, maar ook een religieuze uitwisseling. Dus mensen zijn vermengd en echt een mengcultuur die... kijk, nu hoor je mensen veel over diversiteit en zo, maar in mijn ogen was dat echte diversiteit en heeft juist dat koloniale wereldrijk wat Nederland... wat Jan Pieterszoon Koen daar heeft opgezet, dat was juist niet gebaseerd op diversiteit. Nee. Maar kun je ook stellen dat de VOC, de Nederlanders, dat eigenlijk de eerste waren die met geweld daar optraden? Nee, de Portugezen waren hen voorgegaan en ze deden... Kijk, Nederland heeft heel lang een verhaal verteld over zichzelf van wij zijn eigenlijk niet echte imperialisten. Hè? Die Portugezen en Spanjaarden en Engelsen wel, maar wij deden echt alleen maar pure handel. Maar dat is echt een mythe, dat is niet zo. Nederland deed in principe de Portugezen na. Dus je ziet ook dat voordat de VOC was ontstaan, dat er heel veel Nederlanders dienst namen op schepen naar die Portugese schepen. Dus ze hebben echt de kunst afgekeken bij hun zuiderburen. En ook daarin zie je dat voor die Portugezen speelde nog een sentiment wat al tijdens de kruistochten sentiment, een anti-moslim sentiment wat al heel lang terugging. En wat zeker op dat Iberische schiereiland, nu Spanje, Portugal, heel door die Habsburgs machthebbers heel sterk is gebruikt om de Arabieren die daar eeuwen hebben geheerst, om die eruit te drijven. Habsburgers? Ja, sorry. Dat was het Spaanse Rijk. Ja. Dat waren Habsburgse, machthebbers die hun oorsprong weer hebben in Centraal-Europa, Zwitserland, Oostenrijk. En dan praten we over 15e eeuw, 16e eeuw. 15e eeuw, dat het Spaanse Rijk opkwam. 80-jarige oorlog. En dat kwam op, het kwam op met het samengaan van Spanje en Portugal. In hun overtuiging, die Arabieren moeten eruit. Dus vandaar dat het anti-moslim sentiment onder die Portugezen en Spanjaarden heel sterk was. Dus echt moslimhaat. En dat
was voor de Nederlanders en de Engelsen niet anders. Dus zij, kijk, we kunnen nu wel eens praten over alsof dat iets nieuws is. Hè? Dat van ja, na 9-11 of zo, toen ineens had je die War on Terror, hè, vanuit Washington gevoerd. En toen gingen mensen ineens praten over de islam en wat we daarvan zouden moeten vinden. Maar dat is al zo oud. Dus die frictie tussen dat, zeg maar, Europeanen op kruistochten gingen, is al natuurlijk behoorlijk oud. En dat, ja, dat kwam heel sterk naar voren in die tijd juist, 15e, 16e eeuw. Dat, je ziet het ook, ik heb best wel veel gelezen van de dingen die Jan Pieterszoon Koen schreef. Hij heeft heel veel geschreven. En dan heeft hij het heel vaak in zeer denigrerende termen over die Moren. Ja. De moslims, ja. Helder. Maar over Banda, met Banda had hij een plan. Of had de VOC had een plan. Alleen hij is degene die het eigenlijk ook heeft geprobeerd tot in de perfectie en in het extreme uit te voeren. Dus de ontvolking van Banda. Iedereen die geen nootmuskaat aan ons wil leveren, gratis of voor een hele lage vaste prijs, die moet weg, die moet vermoord. De bedoeling was om het hele gebied te ontvolken en er van andere eilanden nieuwe werkers naartoe te brengen. Ja, want hij zat natuurlijk met een praktisch probleem. Iedereen vermoord, wie gaat dan die nootmuskaat plukken? Ja, dus hij heeft nog wel enkelen gehouden die dan, dus de nieuwe tot slaaf gemaakte mensen, moesten het leren. Ja. Waar haalde hij die mensen vandaan? Hij heeft onder andere een schip laten uitgaan naar wat nu China is. En daar heeft hij gewoon mensen van de kust geroofd. Dus die mensen die liepen daar wist van geen kwaad bewust. En zijn dus vanaf VOC-schepen werden gewoon van de een op de andere dag in zo'n schip geladen en zijn vrouwen, mannen, vrouwen, kinderen naar Banda gevoerd, zijn daar op die plantages terechtgekomen. Maar ook, ze hebben ook, dat is dan echt mensenroofs, maar hij heeft ook op bestaande slavenmarkten in wat nu India is, mensen gekocht. Er was een hele grote hongersnood daar, dus je kon daar dus in die tijd, zeg maar, goedkoop mensen, tot slaafgemaakte mensen kopen. En ik lees dat hij Japanse huurlingen had om het vuile werk te doen om de bevolking van Banda te vermoorden. Ja, dat waren waarschijnlijk, zeg maar in Japan, als je dan een gevallen samurai. Ja. Zeg maar, Nederland kreeg toestemming van de Japanse heersers in die tijd om die mensen, want die waren eigenlijk, die dolden een beetje rond, maar die konden dus wel vechten. En die werden ingescheept van Nagasaki, of waar had Nederland die handelspost, en die werden naar Banda gebracht en van, jongens, maak ze maar af. Zij kregen meestal, zij waren echt de uitvoerde beulen, ja. Maar die genocide, ik dacht, ze zijn allemaal vermoord. Maar het is eigenlijk mislukt, die genocide. Ja, en dat heeft Nederland en alle Nederlandse historici, ik was er ook bijna ingetuind in die zin, dat is echt zo. Ja. Bij al die boeken die ik heb geraadpleegd, is dat het verhaal, dat zij niet meer zijn. Ja. Dus ja, mijn verbazing was uiteraard groot toen ik dus in contact kwam met drie mannen. Ridwan Ohorella, Marcel Matulessi en Lucas Oluwarin. Ik zal wel zeggen, best wel emotioneel of zo om hen te zien. Met het besef van, maar Koen heeft geprobeerd om Bandanezen van de aardbodem te laten verdwijnen. En dat is ons altijd voorgehouden, dat ook gelukt was. Maar hier zitten ze. Ze kunnen getuigen en dat doen ze. En zij vertelde mij dus een heel ander verhaal. En wat mij opvalt is dat dit verhaal tot op de dag van vandaag, lijkt het, niet verteld mag worden in Nederland. Waarom niet? Waarom niet? Dat is een goede vraag. Maar ik merk dus gewoon, want het is een beetje een hip onderwerp. Dat is raar om te zeggen. Maar dit jaar is het dus 400 jaar geleden dat Jan Pieterszoon Koen, dat in 1621 was het, dat hij die fatale aanslag op Banda pleegde en de leiders heeft vermoord. Mm-hmm. Die Japanse beulen moesten hen dus onthoofden. En dat wordt dan herdacht. Dus dat wordt ineens door het Westfries Museum, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Er zijn onderzoekers die dingen organiseren, online bijeenkomsten, discussies. En wat mij opvalt, maar de nabestaanden van die genocide die overleefd, maar die zullen toch ook wel opgevoerd worden? Nou, wat je ziet is dus, wat ik zeg, al die boeken die ik had geraadpleegd voordat ik dit boek had geschreven, zwijgen erover.
En dus dat verbaast mij dan ook niet dat dan ook in zo, hè, door deze mensen misschien dat ze het niet wisten. Maar nu denk ik, ja, sorry, als jij met dit onderwerp bezig bent en je bent historicus. En dan er komt een nieuw boek uit waarin heel prominent, een rode draad toch van mijn boek is dat die mensen er nog zijn. En dat je ze kunt, hè, dat ze ook hier in Nederland nazaten zijn. En je past dan je visie niet aan. Sterker nog, je verzwijgt mijn boek. Je doet alsof dat niet is gepubliceerd. Je nodigt ook die drie mannen niet uit die er goed over kunnen praten. Maar je nodigt dan wel een paar mensen uit die ook afstammen van. Er zijn natuurlijk meer mensen die zeggen, ja, ik ben in mijn voorgeslacht zitten banden deze lijnen. Ja, maar Matolessi, dat klinkt Moluks. Ja. Dus de Banda-eilanden die vallen toch niet onder de Molukken officieel? Toen niet, maar nu wel. Dus in de 17e eeuw bedoelden ze met Maluku, bedoelden ze uitsluitend eigenlijk de eilanden Ternate Tedori, waar de kruidnagel groeide. Dat werd toen als Maluku gezien en Banda was gewoon Banda. Ja. Maar daarna hebben ze dus, is wat nu de Molukken is, dat is een enorm gebied echt tussen Papua en tussen Sulawesi in. En daar valt nu dus of is nu, valt Banda wel onder de Molukken. En deze nabestaanden, hoe komen zij nou hier in Nederland terecht? Wantrouwig, hoe weten ze dat ze nabestaanden zijn? Ja, dat zal ik zo vertellen. Ze zijn dus, even hoe zijn zij nou hier gekomen, is heel simpel. Zij, dus de groep die tijdig vertrok voordat Koen, dus de definitieve fatale moordpartij begon, is er dus een behoorlijke groep mensen vertrokken. Dus die hebben hebben heel bewust beseft, wij gaan nu weg. Die zagen het aankomen. Ja, en die hebben ook heel bewust ze hebben ook nog geschreven boeken, geschiedenisboeken meegenomen. En ze zijn gaan zitten op de Kei-eilanden. Dus het is nog veel verder oostelijk, ook nu nog van de Molukken. Ja. Die zijn daar gaan wonen. En die zijn daar tot op de dag van vandaag. Zijn daar dorpen die echt Banda Eli, het heet. Zij profileren zich als Banda, als Wandan moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat en er zijn ook geschriften van hun bewaard gebleven. Precies. Historische geschriften hadden een eigen taal. Ze hadden En die taal is nog bewaard gebleven. Die originele Bandanese taal is daar bewaard, dus niet op Banda. Want daar, nee, dat daar, was niemand. Ja. Maar de geschreven taal, ze hadden een eigen schrift ook. Eigen alfabet, of hoe moet ik dat voor? Nee, dat was dan weer geschreven toevallig. Dat is nee, dat weet ik even niet zeker of ze dan ook nog een eigen schrift hadden qua Bandanees. Maar ze hadden dat die Buku Tembaga, zoals zij dat noemen, die koperen boeken, die zijn dan weer geschreven, geloof ik, in zeg maar Maleis, maar dan in Arabisch tekens. Oh, dus dat kan ook. Dus ja, ik kan maar dat niet was lezen, op koperen platen gegraveerd? Of bedoel je met koper niet per dat se koper? Dat weet ik even niet. Nee, ik heb ze dus niet kunnen. Ja, ze liggen daar. Maar eerst is een geschreven geschiedenis, maar ook met stambomen erbij en zo? Precies. Wel. Want daarom weten zij heel zeker dat zij daar afstammelingen van zijn. Deze mensen. Dat is heel interessant. Dus je hebt in Indonesië een cultuur dat heet de Hadrami. En dat heb je niet alleen in Indonesië. Maar dat zijn dus de mensen die uit Jemen, oorspronkelijk uit Jemen komen. En die hun geschiedvertelling is aan de hand van stambomen. Wow. En dat is daar ook zo geïntroduceerd. Dus in de tijd voordat die Europeanen kwamen, was dat dus daar ook in de Molukken dus een bekend. Hè, je hield je stamboom bij. Dat was gewoon, dat is heel belangrijk. En dat hebben ze eigenlijk volgehouden tot nu. Dus als je met Ridwan zou praten, hij kan zo vertellen van ja, mijn vader was die. En helemaal terug. En dat wordt dus gecultiveerd, dat wordt bewaard. Wow. Ik kan tot 4, 5 generaties terug en dan loopt het spoor dood. Ja. Dan gaan we ook even in jouw stamboom terug. Wat mensen zich misschien afvragen, dat is Marjolein van Pagé. Ik bedoel, Nederlands kan bijna niet. Banda, ik weet dat natuurlijk, dat er een link is met jouw opa, maar leg eens uit, hoe ben je hier terechtgekomen in dit onderwerp? Ja, dat is nu toch wel iets 11, 12 jaar geleden, dat ik voor het eerst stuitte op fotoboeken van mijn opa. Want je bent zelf fotograaf als eerste beroep? Ja, ik was toen net afgestudeerd aan de Kunstacademie Fotografie. Mm-hmm. En ik stuitte dus op fotoboeken die ik nog nooit eerder gezien had van mijn opa Jan van Pagé.
En hij was dus in 1947 tot 1949 als dienstplichtig marinier naar Indonesië, naar Oost-Java gestuurd. Om daar dus te vechten voor tegen politionele acties. Wat hier nog steeds als politionele acties. Het is natuurlijk gewoon een herbezetting van een land wat daarvoor al bezet was door Nederland. Dus het is een keiharde oorlog geweest. En mijn opa heeft daar dus aan deelgenomen. En daar ben ik toen eigenlijk voor het eerst mee in aanraking gekomen. En dat was voor mij echt zo van, hoe kan het dat ik daar niks over weet? Mm-hmm. Waarom heeft hij daar nooit over verteld? Maar waarom is het ook, wordt het ons niet uitgelegd via het onderwijs of zo? En dus toen ben ik eerst, ik ben eerst zijn bataljongenoten gaan interviewen hier in Nederland. Ik ben toen vrij snel naar Indonesië ook gegaan, naar Surabaya, Oost-Java. Heb daar mensen gesproken die dus die oorlog van de andere kant hadden meegemaakt. En al snel, kijk, in het begin ging het echt zo, was het echt mijn zoektocht naar wat mijn opa had gedaan. Maar ja, op een gegeven moment werd het steeds groter en groter. En ging het voor mij meer over van, goh, in welke wereld leven wij eigenlijk? En het heeft mijn wereldbeeld gewoon op zijn kop gezet. Dat hele onderzoek naar wat Nederland daar gedaan heeft. En, maar je hebt in Duitsland met de Vergangenheidsbewältigung, op een Duits woord, dus het leren verwerken van het verleden. Heb je de tweede generatie, jij bent eigenlijk derde generatie, maar de tweede generatie, de kinderen van de mannen die aan het Oostfront hadden gevochten, die bij de nazi's zaten, die hebben een soort herbeleving gehad van wat hun ouders of voorouders hebben gedaan. Maar er is ook een discussie van, het is eigenlijk een vorm van nestbevuiling, dat je dan afstand neemt van wat je voorouders hebben gedaan. Dus kun je het volgen? Of heb je wel eens verwijt gehad van, je bent eigenlijk een nestbevuiler, je kiest de kant van de Indonesiërs, er waren ook echt geen lievertjes, en dan ga je een beetje je opa, die dood is, ga je je opa in de rug aanvallen. Ja, het is heel simpel. Kijk, als iets gewoon is, dan vind ik dat je het onder ogen moet zien. Als mijn opa, bij wijze van spreken, of inderdaad een nazi was geweest, of een moordenaar, vind ik het geen argument dat omdat hij dan mijn vader of mijn opa is, dat ik het dan goed ga praten. Ik bedoel, als iemand een moordenaar is, hij werd opgeroepen, is hij een moordenaar. Hij kon niet weigeren, want dan ging hij de gevangenis in. Mooie smoesjes allemaal. Maar hij was dus voor een ik denk aan die vrouwen en kinderen die hij heeft doodgeschoten. Heeft hij mensen doodgeschoten, weet je dat? Ja. Oh ja? Ja, dat heeft hij wel gedaan. Hij was infanterist. Ik heb zijn broer, zijn jongere broer nog kunnen interviewen. En die had hij toen hij net terugkwam uit Indonesië. Heeft hij wel dingen daar tegen zijn broer dan verteld. Hmm. En dat is niet. Hij heeft echt mensen doodgeschoten, ja. Ja. Oké, dus je duikt er steeds dieper in. Dat pakt je dan vast. En op een gegeven moment besluit je zelfs om geschiedenis te gaan studeren. Ja. Wat is dan, hoe moet ik dat zien? In het kort is het zo gegaan dat ik dus inderdaad eerst als fotograaf ging. Ik heb heel veel portretten gemaakt, maar ik ging ook steeds die mensen interviewen, het verhaal opschrijven. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment een beetje rolde ik klein beetje in de journalistiek hier in Nederland, zeg maar. Ik heb wel eens op een gegeven moment met NRC, Radio 1, radioreportages. Dus het werd al steeds meer, het werd niet alleen meer fotografie, het werd dus ook die schrijvende deel kwam erbij. En toen had ik heel sterk de behoefte, want ik kreeg op een gegeven moment al heel snel conflict met die contacten met media, journalisten hier in Nederland. Als jij over Indonesië en kolonialisme gaat praten, dan zijn er echt hele duidelijke lijnen waar jij binnen moet blijven. En ik ging steeds noem eens over een lijn die je lijnen niet mag overschrijden. Geef eens een voorbeeld. Ja, even kijken hoor. Er zijn heel veel dingen. Ik ging bijvoorbeeld op een gegeven moment schrijven over de geldzaken. Dus Nederland heeft toen Indonesië onafhankelijk werd. Of nee, dat moet ik anders zeggen. Indonesië verklaarde zich in 1945 onafhankelijk. Ja. Daar kwam toen die oorlog uit voort. En in 1949 hebben ze hier in Nederland om de tafel een papier getekend. En toen heeft Nederland gezegd, Indonesië, jullie moeten ons 4,5 miljard gulden betalen. Herstelbetalingen. Ja, het was eigenlijk, jullie nemen onze schulden over. Jullie willen zo nodig onafhankelijk zijn. Ja, een soort inkomstenderving van wat ze aan koloniaal geld mis gaan lopen in de toekomst. Schulden. Het was overnemen van die schulden die zij nog hadden lopen. Ja. En vervolgens heeft Indonesië dat ook nog bijna betaald.
Maar, ze hebben betaald, toch? Bijna helemaal betaald, bedoel je? Ja, het is in twee gedeelten betaald. Dus op een gegeven moment zijn ze gestopt en toen hebben ze een nieuw... Heeft Nederlands was nog niet genoeg, hebben ze een nieuwe overeenkomst met Suharto, de tweede president, gesloten. Dus uiteindelijk is het laatste bedrag in 2003 of zo op de rekening van de Nederlandse bank binnengekomen. Dat soort wat onderwerpen. Wat ik erover gelezen heb, dat is dat het met de Marshallhulp, dat het qua financieel belang eigenlijk nog een groter bedrag was dan de Marshallhulp die Nederland heeft gehad, of vergelijkbaar. Ja, dat was een lening en 4,5 miljard schulden. Ik weet niet of het omgerekende geld van nu, ik denk dat je het echt over 20 miljard hebt. Misschien nog wel meer. Mm-hmm. Maar even terug naar, wat zijn dan die lijntjes? Dit is één zo'n onderwerp. Wat als je daar, als je het gaat hebben over... Hè, want we kunnen, je mag dus in Nederland, in die Nederlandse journalistiek, mag je het prima hebben over oorlogsmisdaden en wat zij noemen extreem geweld. Ja. Dat kan. Je kan zo'n reportage maken, krijg je alle ruimte. Maar omdat ik zeg... Het is zelfs een beetje hip tegenwoordig. En het is een beetje hip. Hè? Ja. Dan zeggen van, moet je eens kijken, nou, verschrikkelijk allemaal. Maar ik zeg altijd, het geweld, ook met Jan-Pieter Soenkoen, het is nooit een doel op zich. Het geweld komt voort uit datgene wat ze willen. Dus je moet naar de oorzaak kijken. Wat hadden ze daar te zoeken? Ja. Ze wilden daar grondstoffen. En ook, dus het gaat altijd, je moet altijd terug naar waarom werd dat geweld gepleegd. En ik heb het idee dat in Nederland, in de gevestigde media, dat je daar dus niet mag gaan dieper gaan praten over bijvoorbeeld die 4,5 miljard. Dat soort zaken zijn moeilijk. Dan moet het ineens allemaal, dan moet je maar je mond houden. En wat er dan gebeurt is, ik word dan ineens een activist. Of ik ben zelfs voor hysterisch uitgemaakt, weet je wel, door gewoon, door een hoogleraar. Marjolein, je draaft door. Ja. Dus goed werk wat je hebt gedaan, maar je draaft door. Ja, ik bedoel, dat zijn gewoon mensen die hoogleraar zijn in geschiedenis, hè, die dan op Facebook mij... Wil je namen noemen? Of? Remco Rabe heeft dat wel eens gezegd. Oh. Mag best naam genoemd worden. Maar het gaat niet eens om een zo'n man. Ik bedoel, ik heb ook heel veel conflict gehad met Oost-Indië. Dat is de directeur van het KITLV. Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde in Leiden. Maar en nog zo'n, dat is ook zo'n ander onderwerp, is het grote Indonesië-onderzoek. Daar is hij een van de initiatiefnemers van dat grote Indonesië-onderzoek. Met 4 miljoen euro staatssubsidie van de Nederlandse staat. Ze hebben toen op een gegeven moment 4,1 miljoen euro gekregen. Mm-hmm. Het NIOD. Drie instituten, KITLV, NIOD en... Nederlands Instituut voor Militaire IMH, Historie. Ja, dus dat valt onder het ministerie van Defensie. En dat, dus dan ook daar, dus al die onderzoekers die voor dat onderzoek werken, die kunnen allemaal opiniestukken kwijt. Die krijgen ruimte in de reguliere media om hun verhaal te doen. Maar ik ben een van die critici van dat onderzoek geweest toen dat werd aangekondigd in 2017. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, dat onderzoek. Nee. Het was uiteindelijk, ik hoop dat, hebben geen ruimte om misschien helemaal op in te gaan, maar er zijn rechtszaken gevoerd door een Indonesische man geïnitieerd, Jeffrey Pondaag, die heeft rechtszaken gevoerd tegen de Nederlandse staat. Ja. Al sinds 2011 hebben ze de eerste zaak gewonnen. Dat is iets waar ik een keer apart over wil praten. Ja, maar ik noem het wel even. Ja, waarom? Omdat het dus, dat was dus ook zo'n lijntje waar ik niet overheen mocht toen ik daar opiniestukken over begon te schrijven. Mm-hmm. Het gaat uiteindelijk om connecting the dots, hè? Wat heeft met wat te maken? Waarom ging Oost-Indië en zijn collega's, waarom gingen zij in 2012 ineens pleiten voor er moet nieuw onderzoek komen? En waarom gaan ze dan juist met het instituut in zee, het NIMH, dat onder het ministerie van Defensie valt? Waarom hebben zij toen een man naar voren geschoven die bij dat instituut werkt, Remy Limpach, en gedaan alsof hij de staat het iets had laten inzien? Terwijl Remy Limpach heeft de staat niks laten inzien. Die rechtszaken, al die dossiers die Jeffrey Pondaag met zijn stichting had ingediend, die al liepen vanaf 2008, die had de staat gealarmeerd. Die hadden zoiets van, we moeten nu met een mooi goed onderzoek komen en dan kunnen we mooi weerspelen. En dan kunnen we net doen voor de buren alsof wij verantwoordelijkheid nemen voor dat verleden.
Ja, maar op het moment dat jij gaat die link gaat leggen, hé, maar jullie zijn in actie gekomen omdat deze man jullie juridisch het leven zuur maakt. Het is natuurlijk vernederend als een Indonesische cementarbeider iedereen een lesje leert en dat Nederlandse historici en journalisten dat niet aan de kaak hebben gesteld. Maar dat is het niet. Het is niet eens alleen dat ook, maar het is vooral, het mag niet uit de hand lopen. Het onderwerp dat zij moeten betalen voor wat ze daar gestolen hebben. Dat is echt, ik denk echt de grootste angst van de Nederlandse staat. En ik denk terecht, want ja, als zij al hun mooie wetten die zij hebben over mensenrechten en over al die mooie woorden, het internationaal tribunaal in Den Haag, als ze dat eens zouden toepassen op kolonialisme, ja, dan wordt het allemaal een beetje ingewikkeld natuurlijk. Het is natuurlijk een andere kwestie dat 17 augustus 1945, de onafhankelijkheidsverklaring van Sukarno, dat het door Nederland nooit is erkend, voor zover mij bekend als enige land ter wereld. Maar als je dat wel zou erkennen als Nederland, dan open je natuurlijk de deur naar herstelbetalingen omgekeerd. Dat Indonesië zegt van, we waren toen al onafhankelijk. Ja, dus dan en als jullie als Nederland dat erkent, dan zijn dus die politionele acties, die zijn dan illegaal geweest. Dat en alleen al, maar ik denk dus los daarvan, dus dat zijn al die oorlogshandelingen, die bezetting zou dan ineens echt dan kunnen ze er niet meer omheen, maar dan is dat ook niet dat het anders niet, natuurlijk dan is het nog niet goed te praten, maar dat is wel de reden. Maar plus, dan komt die betaling van die 4,5 miljard natuurlijk ook in een raar daglicht te staan. Ja, nogal. Dus dan weten ze zeker dat, ja, dan zou Indonesië heel makkelijk kunnen zeggen, ja, nou kom dan maar eens terug met dat geld wat wij tot 2003 nog aan jullie hebben overgemaakt. Ja. Dus daarom, ja, wat ik hoop dat het duidelijk is, ik ben echt heel kritisch op de werking van de Nederlandse media hierin. Ik bedoel, je kunt, ze profileren zich. Ik denk ook dat ze, de meeste journalisten die in die gevestigde mediawereld een rol hebben, zijn de meeste identificeren of positioneren zich als links. Ik zeg links, zogenaamd links. Mm-hmm. Hè? Dus dat zijn mensen die eigenlijk met de mond beleiden, ja, het was allemaal heel erg hoor, dat kolonialisme. En daar moeten we naar kijken. Black Lives Matter, daar staan we achter. Weet je wel? Maar ze zijn het niet. Het is fake. Dus ik ben echt uitgesproken kritisch op die media. En ik ben dan ook wel bang dat. Ik ben blij dat Weltschmerz daar wel open voor staat. We zijn natuurlijk begonnen aan het begin van het gesprek met Banda, de eilandengroep. En de gebeurtenissen van 400 jaar geleden. Via je opa komen we nou langzaam terug in het verleden, in het heden. Media tegenwoordig. Vertel verder. Ik bedoel, jij loopt dus ergens tegen muren aan? Of heb je het idee dat je niet serieus genomen wordt? Of dat je... Nee, ja, juist wel, denk ik. Je wordt wel serieus genomen, maar je krijgt geen platform. Ze weten gewoon heel goed wanneer het... Ik weet niet... Noam Chomsky heeft ooit toen, ik geloof al in de jaren 1988, met dat boek over hoe de media, hoe mediacensuur werkt in, zeg maar... Manufacturing Consent. Ja, er is ook een heel leuk filmpje van op YouTube, Manufacturing Consent. Zoek het maar op. Een propagandamodel. Hoe dat werkt. En ik kan het uit eigen ervaring bevestigen dat het echt zo hard werkt. Ik denk dat mensen geloven hier aan één kant, denk ik, die mensen, die journalisten, geloven oprecht dat er hier een soort van vrijheid van meningsuiting is. Dus ze doen het ja, ik denk het is, ze zijn zo gebrainwashed dat ze niet eens doorhebben dat wanneer zij dus mijn visie niet publiceren en ik al mijn stukken worden afgewezen, dat gewoon censuur is. Mm-hmm. Zij denken gewoon... Of in ieder geval een gebrek aan pluriformiteit, waar ze ook zo'n hoge pet van op hebben. 60, 70 jaar geleden met de politionele acties, met de agressie militair zoals dit in Indonesië heet, daar stonden de media en de politici en de historici en noem ze allemaal maar op, de hele elite, die stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis, heeft Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken, ooit in een toespraak gezegd. Maar en nu is het natuurlijk hip om te zeggen, ja nee, toen was het allemaal fout. Maar als ik jou beluister, is jouw standpunt dat eigenlijk vandaag de dag diezelfde elite weer dezelfde fout maakt. Alleen nu zeggen, ja nee, maar toen zaten we fout, maar nu hebben we gelijk. Wat wil je dan?
Ik denk dat het nog erger is. Dat het, ja, gewoon, ik geloof dus echt in vijf, ik spreek altijd over 500 jaar Europees wereldrijk, empire. Dat is een systeem dat, waar Nederland dus kwam, hè, die ging daar een grote rol in spelen vanaf de 17e eeuw. Dus voor Nederland kun je spreken over zeg maar nu totaal 400 jaar. En dat is een systeem waar het dus gaat over belangen van inderdaad nazistaat op een gegeven moment en grote bedrijven als de VOC is het allergrootste bedrijf dat ooit bestaan heeft in de geschiedenis van het kapitalisme. Dat weet ook bijna niemand in Nederland. Mm-hmm. Het is dus groter geweest dan Apple nu. Ja, staat in jouw boek staat een grafiekje of een plaatje. Kan ik misschien, dat is toch wel interessant. Dat de VOC destijds, kan ik het nog eens, ja, hier zo. Is dat in beeld te brengen? Ja, anders voegen we hem later toe. Ja, als je dus hier links de VOC hebt in die tijd. En tegenwoordig Apple, Google, Tesla, Facebook, Microsoft, Samsung, Unilever, noem ze allemaal maar op. Ja, hier de beurswaarde omgerekend in een jaar 1637 was 7,5 biljoen. Dus dat is niet miljard, maar echt biljoen euro omgerekend geld van nu. En dat zijn dan dus al die grote bedrijven, Google, Microsoft, Apple, Tesla, en dat allemaal met bij elkaar. Nomiskaat was dan het allerduurste product. Dat was echt 300, dus dat werd daar gekocht en hier voor soms 300 keer. Het ging 300 keer over de kop. Ja. En dan had je iets minder. Kruidnagel was dus ietsje minder. En dan daarna had je peper. Dus je, de schip zat meestal behoorlijk vol met peper. Mm-hmm. Ietsje minder kruidnagel en dan nog een paar, ja, veel minder nomiskaat. Maar zeg maar dat roven, dat stelen, dat kolonialisme, dat imperialisme. Wat ik dan vaak als tegenargument hoor van ja, altijd maar over Nederland klagen. Dat is een universeel iets. De mensen die, je hebt altijd piraten, waren ook Chinese piraten. Ik bedoel, is iets van alle tijden, is niet iets typisch Nederlands. Ja, het is niet iets typisch Nederlands, maar het is wel iets typisch Europees. Best, ja, ik bedoel dan even niet Oost-Europa. Ik heb het echt over de koloniale landen bij elkaar. Dus Engeland, Frankrijk, Denemarken ook nog, hè, deel Duitsland. Maar alles, België, dat noem ik het West-Europees Wereldrijk. En die hebben dus ook, daarom zie ik ook de Verenigde Staten nog steeds als een koloniale bezetting van Europeanen die nooit opgehouden is met bestaan. Australië, Nieuw-Zeeland is hetzelfde. En om even terug te komen op jou, wat jij eerder vroeg, van dat systematische wat het is dus het systeem, zeg maar even. Je hoort nu heel veel mensen praten over reset, great reset. En als er, ja, je ziet nu dat door die hele corona dat mensen bepaald nu wakker zijn geworden en erachter zijn gekomen van hey, misschien is dat systeem waar wij altijd van dachten dat het zo democratisch en zo fantastisch was, is het helemaal niet is het niet wat ze zeggen dat ze zijn met hun mensenrechten enzovoort. Dat klopt. Maar wat ik dan mis is, er wordt dan altijd over die 400, 500 jaar kolonialisme heen gepraat. En ik denk dat daar heel veel antwoorden in liggen verscholen die ons kunnen helpen verklaren de situatie, dus het leven van nu. Van hoe komen we eigenlijk in deze situatie? En dan hoe komen we eruit? En dan als je dat weet, dan kun je er ook uitkomen. Mm-hmm. Kijk, je ziet wel dat mensen dan nog, dan gaan ze heel lang terug en dan gaan ze wijzen, dat Vaticaan of zo, weet je wel. En ja, tuurlijk, het zijn allemaal echt machtsinstituten geweest. Maar Nederland was is ontstaan juist uit die strijd tegen het Vaticaan. Maar dat wil niet zeggen dat zij dus, zij hebben met wat ik net zei, met die VOC, van dat zo'n groot bedrijf was, 200 jaar bestaan ook. Hè? Heeft zich steeds opnieuw kunnen handhaven. En dat is denk ik heel interessant om de huidige resetplannen te kunnen duiden. Want dat helpt ook te begrijpen hoe kunnen ze nu, zoals je nu die gevestigde media hoort praten over, ik bedoel, ze kapen dan onderwerpen als Black Lives Matter, ze kapen onderwerpen als kolonialisme en racisme om net te doen alsof ze daar verantwoordelijkheid in nemen. Mm-hmm. Maar dat doen ze dus niet. Dus het zijn allemaal, ik zie het als afleidingsmanoeuvres om iets anders te bedekken.
Of gecontroleerde oppositie, die term wordt wel eens gebruikt. Maar meer nog, dus het is juist, zeg maar, vanaf het begin hebben ze dat narratief van die onschuldige, goedbedoelende Nederlander stond gelijk aan. Dus dat verhaal werd steeds gevoed. Dus het is eigenlijk, het is altijd geweest A zeggen en B doen. Dus het is echt geen toeval dat je hier dat... De koopman en de dominee, dat cliché, is dat van toepassing? Nou, ik bedoel, dus wat ze nu, dat we nu hier nog steeds het International Criminal Court hebben en zo. Dus zeggen dat je zo voor mensenrechten bent, zeggen dat je zo democratisch bent, of inderdaad door God gezonden en met de Bijbel in de hand. Ja, ik denk dat dat alleen maar is om dat schuldgevoel, wat in ieder mens, het besef van goed en kwaad, van moraliteit. Als jij mensen van de aardbodem, als je hele volkeren wilt, in het geval van Banda, van de kaart wil vegen. Hoe ga je dat dan goed praten? Dat is denk ik waarom er steeds dat mooie verhaal bij kwam. Dus altijd maar mooi weerspelen, maar ondertussen wel B doen. Dus niet dat mooi. Dat is allemaal cover-up, allemaal mooi weer, schone schijn. Om dus die werkelijke realiteit van die onderdrukking die ze hebben, waar Nederland aan mee heeft gedaan, om die daarmee te bedekken. Ja, er zijn zelfs nog kort geleden, onze minister-president destijds, die zei dat hij pleitte voor wat meer VOC-mentaliteit. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Nou is er in Nederland nog steeds een verdeling tussen links en rechts, die twee termen. Ik weet zelf niet meer precies wat ze nou betekenen. Maar ik heb de indruk dat aan de rechterflank, dat ze in ieder geval oprecht zijn in hun huichelarij. Zo van, ja, Koen die was een massamoordenaar, maar iedereen was toen een massamoordenaar. Dus het was onze massamoordenaar, dus ze kunnen best wel trots op hem zijn. En dat links op gezegd van ja, het was niet helemaal goed, maar er zaten ook misschien toch wel andere kanten aan die niet zo slecht waren. En dan vervolgens er ook geen enkele analyse op loslaten dat er iets zou moeten veranderen. Dus dat standbeeld moet blijven staan, JP Koenstraat moet blijven, de Koentel. Ja, links. Laat ik zo zeggen, wat moeten we dan doen nou, volgens jou, als activist? Wat is het actieplan? Moeten we de geschiedenis, nou ja, je hebt de geschiedenis natuurlijk letterlijk herschreven met dit boek. Maar kennis op zich is nog geen macht. Nee, maar het begint wel met begrijpen waar je vandaan komt. En ik denk dat, ik hoop dat ik daar een bijdrage in kan leveren door mensen eraan te herinneren. Inderdaad, of je nou als links of zogenaamd links, of je nou rechts bent, het maakt niet uit. Wij komen uit dit land en wij hebben al die eeuwen de vruchten geplukt. Wij hebben die voordelen genoten zonder dat wij misschien soms, ik wist het ook nog, hè, voordat ik hier met deze geschiedenis begon, wist ik veel. Ik dacht dat ook dat al die rijkdom was aankomen waaien, dat wij gewoon goede handelaren waren. En dan leer je, dan stel je beeld bij. Ja, ik denk dat weten waar je vandaan komt en wie je bent, is het echt de enige sleutel tot het ontrafelen van, maar waar leven we nu en waar wil deze wereld dan naartoe? Dus ja, oké, ik ben ook heel kritisch op wat er nu allemaal gebeurt. Met die nieuwe, het zijn gewoon apartheidsregels. Dat je dus per se een prik in je lijf moet en dan mag je het vliegtuig in. Het is, Oh, je trekt de lijn vandaag met corona. Echt, dus, ik zie een nieuwe vorm van tweedeling in de maatschappij. Het is tussen, echt oude wijn in nieuwe zak. Het is niet nieuw. Het is zo niet nieuw. Dit is, kijk, zelfs als je helemaal teruggaat naar Jan Pieterszoon Kuno Banda. Op een gegeven moment, dus dan hadden ze al een fortje gebouwd op een van die eilanden. Toen gingen ze gewoon zeggen, tegen de Bandanezen, op hun eigen land, gingen ze zeggen, jullie mogen niet meer naar buiten alleen als jullie bij ons een pasje komen halen. Dus het idee van controle, een passensysteem, paspoort alleen al, dat is ook heel, dat is best wel koloniaal. Maar er zijn toch altijd mensen die meewerken aan hun eigen onderdrukking. De lokale vorsten in Indonesië tijdens de kolonisatie, die hebben natuurlijk met verdeel en heers van de Nederlanders meegeholpen hun eigen bevolking onder de duim te houden. Anders zou dat systeem nooit, zonder mensen die meedoen, kan je zo'n systeem nooit in stand houden. En dat hebben ze eigenlijk heel, heel gemeen. En heel, dat is misschien wel, dat zegt mevrouw, dat is een hele, het voorwoord moet ik even zeggen, is geschreven door een oude Indonesische Molukse dame, mevrouw Francesca Patipiloi.
Ja. 95, ze woont in Amsterdam. Zij zegt, ze schrijft dan ook iets van, ja, dat ze die verdeel en heers, wat, dus, wat die Nederlanders hebben gedaan, eigenlijk als de grootste schending van de mensenrechten ziet. Omdat dat nog steeds tot op de dag van vandaag, tot verdeling, tot kijk, dat kun je nog steeds zien. Hè. Dat heeft zoveel kapot gemaakt. Van, heeft zoveel groepen mensen uit elkaar gedreven. En ja, Nederland of alle andere Europese landen die dus ja, die hele wereld probeerden te koloniseren en vooral die grondstoffen daar vandaan wilden halen, hebben gebruik gemaakt van verdeel en heers. En dat betekent niet dat er is altijd verzet geweest. Altijd verzet geweest tegen die koloniale dwang. Maar zoals je denk ik ook hier hebben we dat gezien in de Tweede Wereldoorlog. Bij elke onderdrukking of bij elk regime heb je ook wel weer, kun je altijd wel mensen vinden die zich opportunistisch aan je willen binden. Ja. Of soms gedwongen. Of, weet je wel, maar dat is niet zo moeilijk om mensen uit te nodigen om eigenlijk als verrader hun volk te verraden. Die zijn er altijd te vinden. En dat hebben ze heel slim uitgespeeld. In Indonesië hebben ze dat gedaan door een drielaags apartheidssysteem te creëren bijvoorbeeld. Ja. Dus dan had je de bovenste laag waar Europeanen met alle rechten en die hadden een ander apart wetboek echt. Ja. En dan tussenin had je dat noemden ze de vreemde Oosterlingen. Mm-hmm. Maar dat waren dan met name Chinezen, maar ook Arabieren en Indiase mensen. En helemaal onderaan, dus de allergrootste groep, die werden heel denigrerend, heel racistisch, inlanders genoemd. Dat was echt, daar hadden bordjes in die als je daar naar in die tijd naar een restaurant ging, dan hing er een bordje verboden voor honden, eerst honden en inlanders. En inlanders. Wat moet ik meer zeggen? Ja. Maar is het tegenwoordig nou fundamenteel anders of zeg je het is fundamenteel nog hetzelfde? Ik zie dus, het verandert steeds. Het recept, maar hoe het zich vertaalt. Net als nu dan, dat je dus nu moet je iets in je lijf of je moet een stok in je neus, dan mag je dit doen. Dus dat zijn al, dat is natuurlijk iets wat we nog niet eerder hebben gezien. Maar in essentie, dus mensen bepaalde regeltjes bedenken en dan zeggen jij mag wel naar binnen en jij niet. Dat is wel heel kenmerkend en dat is niet fundamenteel nieuw, vind ik. Oké. Okay. Is er nog iets dat je wil bespreken? Ja, als laatste misschien wat ik merk als ik het hierover heb. Mm-hmm. Of als ik het lees, hoe men hier in Nederland, als we het hierover hebben, er komt altijd heel veel emotie bij kijken. Heel veel verzet ook tegen dit verhaal. Welk verhaal bedoel je? Het koloniale verhaal. Het koloniale verhaal, oké. Ja. En ik heb het zelf ervaren. Ik ken het ook wel. Als iemand mij aanspreekt op, nou, wat ben jij? Vind ik veel racistisch? Of, dat is natuurlijk echt een heel vervelend iets. Maar, ja, zoals ik net zei, als iets zo is zoals het is, het onder ogen durven zien. En het afleggen, bewust afleggen van die onderdrukkende rol die ons is opgedrongen, is bevrijdend. Uiteindelijk is dat denk ik echt bevrijding. Als wij het hebben nu over vrijheid en hoe komen we vooruit, dan denk ik het onder ogen zien van wat was. En dus ook, kijk, het is altijd heel fijn om boos te zijn op Rutte, op die regering en dat is allemaal corrupt. Ja, mee eens. En ze onderdrukken ons nu, ja. Maar dat systeem, zeg maar even, heeft de Nederlandse bevolking als zodanig ook in een onderdrukkende rol. Mijn opa was een bezetter van Indonesiërs. Die kan je wel zeggen, ja, hij werd ook maar opgeroepen. Maar hij werd in die rol dus. We zijn dus in die onderdrukkende rol meegesleurd. En als jij daar tegen bent, als jij tegen onderdrukking bent, tegen racisme, tegen kolonialisme, dan leg jij die rol af. Dan doe jij afstand van die rol. Dan zeg je, ik wil dit niet meer. Ik doe niet mee met wat jullie willen dat ik zogenaamd ja, meer zou zijn, omdat of dat daar privileges bij horen. Want ik heb blond haar en blauwe ogen. Ik pleit voor daarop te reflecteren en dat doelbewust, heel bewust
van je af te werpen. En dat we dan, dan kunnen we pas echt praten over een toekomst, denk ik. Van die echt over diversiteit en gelijkheid en al die mooie woorden gaat. Zullen we het daarbij houden voor vandaag? Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor het kijken.